Zo, goedemorgen allemaal. Hallo. Ik hoop dat je me kan verstaan. Kijk, 2, 4, 6, 18, 12, 13. Nee, die telt niet mee. Min. Ruimte is gewoon verhaald. Ik zie een klaslokaal steeds. Als je vertellen over hoe je dat kan gebruiken in de kist. Kijk, is dat ook een 3D-printer te draaien? Dat is een leuk voor. De kinderen zeggen ook wel eens, hè? Eén kleur, hè? Kan ook maar uit het printen. Ja? Ik kan ook meerdere kleuren doen. Nou? Ja, gewoon oogschaduw. Gewoon met wit geprint en een oogschaduw. Een triboliet. Dit is een steen. Een triboliet. Maar dit is geprint. Ja, dit is gewoon geprint. En daarna met oogschaduw. En dit is een armbandje, die is gewoon wit. En dan heb ik in een bak met water heb ik drie kleuren verf gedaan. Geen waterverf, maar ik heb met spuitbus gedaan. En dan met een penseeltje doorheen gehaald. Want de verf blijft op het water drijven. Krijg je een soort filmpje van gekleurde verf. En haal je hem doorheen. En dan gaat het verf er helemaal omheen pakken. Nou, probeer dit maar eens te schilderen zo mooi. Dat is een marmer-effect. Dus? Ja, dit is dus de nieuwe Doodle 3D-app. En daar is de focus is veel meer op het 3D-gedeelte. Dus je kunt nog steeds in 2D teken je vorm. Maar die kun je wel echt goed van alle kanten bekijken. Je kunt hem selecteren, hoger maken. Hè, de bekende twist kun je eraan toevoegen. Ja. Stel, ik teken een autootje. Ja. Mooie ronde wielen. Ja, dan komt hij daar tevoorschijn. Ja, hij komt hier tevoorschijn. Maar dat autootje bestaat dus uit meerdere onderdelen. He, want je hebt de bovenkant. En dan kreeg je altijd zo'n hulplijntje. En je hebt de wielen. Daar kreeg je eerst ook die hulplijntjes. Die zijn sowieso verdwenen. Maar als je de software van de huidige Doodle update, dan heb je al. Dan zijn die al weg. Ja, dat zag ik ook, ja. Maar nu kan ik bijvoorbeeld even alles selecteren. Ja. En maak ik hem in zijn geheel wat hoger. Maar nu wil ik de wielen nog weer apart. Daar wil ik meer asjes van maken, zodat je Het anders meer een soort sneeuwschuiver lijkt dan iets anders. Dus nu heb je al veel meer een echt 3D-object. Ja. Met Maurice. En die vertelt even over Spoeltoe. Ja, dit is als ik nu vandaag doe. Dit is live mijn dochter. Ja. Het is nu 12 uur, dus ze zit nu te lunchen. Dan heeft ze lezen en dan gaat ze buiten spelen. En om 2:10 heeft ze ingeschreven voor schilderen. Dat hebben we gisteren samen met haar gedaan. Ja. Heeft ze mogen zeggen wat ze wil. Mm-hmm. Maar ik zal je laten zien, ik heb het even ontkoppeld. En hier was wat ze had kunnen kiezen. Ze kon uit gym kiezen, uit schilderen of uit woordspelletjes. En ze is heel erg in knutselen en met de handen. Dus we hebben schilderd. Dat hebben wij dus een Ja, een beetje lager. Bruiter, nou, vertel eens. Hey, Sander. Ja, joh, dit is een Brighter-applicatie. En wat Brighter doet, is dat Brighter vanuit verschillende digitale content-apps, lesmateriaal, alles mooi in één keer presenteert voor de leerkracht. Hè? Vanuit een soort van planeten-idee. Moeder Aarde staat in het midden. En om haar heen staan de kinderen. De kinderen die wat dichter tegen haar aan zitten, zijn de kinderen die de meeste aandacht nodig hebben. Je ziet dat de kinderen buiten de dampkring, het stippellijntje, laat die lekker losgaan in hun eigen educatieve ruimtereis. Ja. Je kunt heel eenvoudig zien waar kinderen in uitblinken in de groep. Waar wat nog wat meer uitdagingen zitten. In dit geval dus bij Emma. Emma is wat zwakker in rekenen. Nou, waar zitten haar uitdagingen als het gaat om bepaalde doelen? Dat zit in dit geval bij Emma in. Klok kijken. Je krijgt een advies vanuit de applicatie. Nou, misschien is dit een heel leuke app voor Emma om te doen. Zet in de takenplanner van Emma. En Emma kan ermee aan de slag. Dus uiteindelijk leerkracht bij, kind blij, iedereen die glimlach op zijn gezicht. Daar doen we het voor toch? Daar doen we het voor. Daan Boshoven, Mr. Sizo uit Zoetermeer, die erg veel gedaan heeft. Huiswerk, Jan en lessenloop. En ik ga even de juryrapporten voorlezen. Lessenloop. Lessenloop. Ik heb de jury. Super best. En dat was niet zo'n moeilijke keuze, daar waren we nog vrij eenduidig over. De winnaar is. Ja? Nou, in ieder geval een start-up waarvan ik weet dat zij eigenlijk ook als een soort van een bedrijfje moet worden zijn.